Willem van der Meijkade werd afgelopen voorjaar via de ABFP-test aangewezen voor het centraal onderzoek. Hij is een voldoende rastypische, grootramige, langgelijnde hengst met een voldoende sprekend hoofd. De lange hals is licht horizontaal geplaatst. De bovenlijn heeft goede aansluitingen. De hengst is voldoende opwaarts gebouwd. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Willem van der Meijkade is een goed meewerkend paard. In het begin kan hij zich nog wel eens afsluiten van zijn omgeving. Heeft hij eenmaal het vertrouwen, dan is hij gemakkelijk te bewerken. De hengst beweegt makkelijk en met veel souplesse. In alle disciplines toont de hengst een goede stap die goed door het lijf gaat. De galop heeft zich tijdens het onderzoek verbeterd. In de draf kan hij iets sneller aantreden, maar hij komt erin tot dragen en laat zich erin goed bewerken. In alle disciplines kan de hengst zich nog ontwikkelen in het meer bergop lopen. Als mijnpaard heeft Willem van der Meijkade ruim voldoende aanleg. Als tuigpaard kan hij meer bergop bewegen en meer front tonen. Willem van der Meijkade is een driejarige zoon van Nette 481 uit diens eerste jaargang. Zijn moeder is een stermerrie van Volke 353 met 3 sternakomelingen. Zijn grootmoeder is een stermerrie van Tjomme 329 met 2 sternakomelingen. Terwijl zijn overgrootmoeder een modelmerrie is met eveneens 2 sternakomelingen van Oege 267. Willem is afkomstig uit stam 61, waaruit ook de hengsten als Tamme, Timme en Wiegers zijn voortgekomen. Fokkers die gebruik willen maken van deze hengst moeten rekening houden met het feit dat hij drager is van het dwerggen. Willem van der Meijkade kan model, de rijbaarheid, stap en souplesse verbeteren. Hij wordt ingeschreven met de naam Willem 508.